Wat is altijd de hypotheek en te aftrekken? Maar eigenlijk moet je constateren, als je naar dit plaatje kijkt, dat dat flauwekul is. Ja, ik heb net een presentatie gegeven. Daar heb ik drie verdienmodellen genoemd die Nederland de afgelopen 20, 30 jaar welvaart hebben gebracht. En ik heb eigenlijk betoogd dat die op hun grenzen lopen. En dat we dus heel nodig moeten gaan nadenken over alternatieven voor die verdienmodellen. Die drie verdienmodellen waren heel kort veel te veel op export gericht. De tweede is dat voor een deel compenseren, want dat gaat gepaard met loonmatiging, dat compenseren door huishoudens de mogelijkheid te geven om vermogensaanwas te hebben via het kopen van huizen. En daar hebben we een enorme schuldenberg mee opgebouwd. En het derde model is dat Nederland eigenlijk fungeert als een kapitaalrotonde, waar veel multinationale ondernemingen gebruik van maken om hun belastingplichten zoveel mogelijk te drukken. Onderzoek van de Nederlandse Bank leert dat dit dus brievenbusmaatschappijen zijn. Wij korte en goed brievenbusmaatschappijen. Kijk, op het moment dat de wereld voorspelbaar is, en er zijn momenten dat de wereld voorspelbaar was, 2002 leek op 2003, leek op 2004, dan kan je dus inderdaad risico's inschatten. Maar we worden geconfronteerd met momenten in geschiedenis die heel erg onvoorspelbaar zijn. Crisis is zo'n moment. 5 jaar geleden begonnen. We weten niet wanneer het afloopt. We weten wel dat we daar dus geen getal aan kunnen toekennen. We moeten dat kwalitatief beoordelen. En dat moeten we dus veel meer doen op basis van onze gut feeling. De deugd van prudentie. Op het moment dat ik niet kan inschatten wat de lange termijn consequenties zijn van mijn beslissingen, moet ik die beslissingen maar liever niet nemen. Wat mij opvalt, ook weer naar aanleiding van de workshop waar ik zelf dan bij aanwezig was, is dat we dus inderdaad met z'n allen een heel erg ingewikkeld raamwerk hebben gecreëerd waarin die hypothecaire leningen zijn uitgegeven. En dat is voor een deel natuurlijk, voor een deel is dat de uitkomst van het feit dat eigenlijk niemand bereid is geweest om te accepteren dat alles wat zij individueel deden, dat het grote externe effecten had. Dus ik zou in ieder geval alle partijen willen oproepen om zich veel meer bewust te zijn van het feit dat alles wat wij nu doen, of het nou een flesje is wat je weggooit, of dat het een bananenschil is die je op straat smijt, dat heeft enorme externe consequenties. En wees je bewust van die externe consequenties. En het tweede is, we hebben nu bij huishoudens grote schulden. Die huishoudens moeten die schulden terugbrengen. Dat kan alleen maar als de overheid even wacht met het op orde brengen van het eigen huishoudboekje. Want op het moment dat de overheid tegelijkertijd met de huishoudens begrotingsboekje op orde gaat brengen, wordt het voor die huishoudens alleen maar moeilijker. Dus doe dat niet allemaal op hetzelfde moment, maar doe dat de een na de ander. Nou, welk schuldenboekje is het grootste en waar zijn de rentestanden het hoogste? Dat is bij huishoudens. Dus eerst huishoudens en pas als dat gedaan is, moet de overheid wat gaan doen.